We zijn vandaag heel tevreden dat de politieke wereld het mogelijk heeft gemaakt om tenminste toch onze markt te kunnen openen voor wat betreft voeding. Het is een basisbehoefte en voor de markt van Anderlecht, de grootste markt van België, is het sowieso een zegen dat we toch onze voedingsproducten kunnen aan de man brengen. We doen dat natuurlijk met de nodige veiligheidsmaatregelen, hè, op het vlak van hygiëne. U kan zien achter mij dat de markt maar voor de helft gevuld is, wat ons toelaat om bredere gangen te maken. We sturen een sensibiliseringsteam op pad om te vragen aan de marktkramers om een maximum hygiëne aan de dag te leggen, om de producten niet aan te raken. We richten ons ook naar de kopers, naar de klanten. We doen een oproep, maak er geen uitstap van met de familie, maar kom gewoon snel en efficiënt kopen. Verblijf inkorten op de markt, dat zijn allemaal concrete maatregelen die we treffen. En natuurlijk zorgen dat er ook orde en discipline is waar mogelijk, treden onze veiligheidsagenten bij om afstand te bewaren tussen de mensen. De ASBL Collect Med die gaat verder met haar activiteit op zondagnamiddag. Dus al de onverkochte producten die nog consumeerbaar zijn, zullen ook dit weekend opgehaald kunnen worden. En verdeeld maandag onder de kansarmen, de behoeftigen in Brussel. Ik denk dat zeker in deze tijden het belangrijk is dat we hen ook niet in de steek laten.